Welkom in Francorchamps voor de voorlaatste wedstrijd van het BRCC 2014. De 600 kilometer van Spa, een wedstrijd die zo'n 3 uur zal duren. Op pole voor deze race staat de Aston Martin van Brussels Racing. Tim Verbergt, de goede start van het weekend, de pole positie. Inderdaad, tot hiertoe ziet het er zeer goed uit. Het is natuurlijk een 3 uren wedstrijd. Is en blijft altijd een lange wedstrijd met 3 verschillende piloten. Dus alles moet goed verlopen. We hebben een goede strategie uitgezet. En nu is het een beetje duimen. Er zijn een paar zekerheden. Eentje ervan is dat het zeker niet gaat regenen. Maar aan de andere kant weet je nooit. Safety cars en dergelijke kan een hele strategie over kop zetten. De Porsche van Belgium Racing die staat een beetje verderop. De kwalificatie was niet zo slecht. Maar achteraf gezien in de data had het toch beter kunnen. Er zijn een paar dingen waar we aan moeten werken. Dus al bij al laatste in de GT3's, maar de tijden ja, was niet zo super, nee. Deze KTM die wordt steeds beter in de loop van het seizoen. En bij Mosquito Racing zijn ze daar uiteraard tevreden over. We zijn eindelijk tweede. We hebben nog een seconde achterstand op de Ginetta. Op het eind van de dag waren we toch goed gereden, goede tijden. Het is een speciale wagen, hoe loopt hij in het kampioenschap? Ja, het is heel leuk, maar je moet echt wel bescheiden blijven. Wij halen nog niet het tempo van de GT3's natuurlijk, maar we kunnen wel vechten met de Ginetta's. En ik hoop dat de andere rijders van het team, die toch wat sneller zijn dan ik, goed in de buurt kunnen blijven. Maar we zijn ook van de partij in Zolder en daar zouden we heel goed voor de dag moeten kunnen komen. Fred Servis, die staat op pole in de cup. Fred, de pole positie in de cupklasse, dus een goede kwalificatie voor jullie. Ja, absoluut. Gisteren was een perfecte kwalificatie voor ons. Voor één keer geen last gehad van verkeer en dan een heel goede ronde gereden. En nu was de strategie voor de race, want het is een iets langere race dan normaal in de BRCC. Ja, de strategie wordt vooral bepaald in de race zelf, afhankelijk van safety cars en dergelijke. Maar we gaan onze race aanvangen zoals altijd en zo snel mogelijk rijden. De rijders maken zich klaar om naar de start te gaan. U zag Louis-Philippe Soenen, dit is Frank Thiers, die met de Ferrari in start komt, dat weet u. Slechts 2 rijders op deze Audi. Frank Belië die is er niet bij om Bert Longin en Anthony Kumpen te vervangen, want Frank Belië die is licht geblesseerd. Frank Thiers die kijkt nu al uit naar de wedstrijd. We hebben bepaalde veranderingen aan de wagen gedaan en daardoor vinden we niet de juiste setup en er was te weinig tijd. Dus ik ben blij dat het een wedstrijd is over 3 uur, waar we natuurlijk veel kunnen goedmaken, maar we zijn niet de snelste van de cup momenteel. Nog een geblesseerde rijder in de cup. Bij Max Racing wordt Koen Wouters vervangen door Patrick Schreurs. Chris heeft nu toch zeker een hele goede tijd gereden. Normaal gezien is Koen de eerste piloot vandaag. En nu heeft hij toch een goed gevoel dat hij met nieuwe banden kan vertrekken. Dat hij kan starten en hij is er heel blij mee. Dus. Patrick Schreurs ook een tevreden man, dat merkt u. Klaar voor de opwarmronde dan. Het hele veld. Rijdt naar beneden. We rijden mee met de 98 van Belgium Racing. Peter Hoevenaars is dat. Klaar voor de start met 2 Aston Martins op de eerste startrij. En Tim Verbergt die gaat er als een speer vandoor. En aan de buitenkant probeert Pierre Guivenier met de Red Bull Aston Martin mee naar de leiding te schuiven. Met daar ook de Zweedse Audi en de nieuwe Porsche voor Allure Team. Maar we rijden mee met Chris Wouters hier. En naast hem de Porsche van Olivier van Oost. Olivier van Oost. Die het team verloor daar de Ferrari tijdens de kwalificaties wegens een technisch mankement en daar de volgende crash. En ze rijden nu met een Porsche deze 600 kilometer van Spa. Het hele startveld door de Redillon. Hier rijden we mee met Chris Wouters in de Max Racing Porsche en die houdt wat in, want er is een dikke rookwolk daar boven Blanchimont. Zware crash voor de Aston Martin van Pierre Grivenier. Die is hard in de linkermuur gevlogen. En de wagen is zwaar beschadigd, dat merkt u. En het zal niet lang meer duren voor de safety car wordt voorgereden, dat begrijpt u. Grivenier geraakte op eigen kracht uit de wagen, maar werd toch nog voor alle zekerheid naar het hospitaal overgebracht voor een check-up, waar een paar gebroken ribben werden vastgesteld. Een aantal teams maken van deze tussenkomst van de safety car gebruik om al hun eerste pitstop af te werken. Logischerwijs, wegens die verplichte pitstop, onder safety car verlies je daar veel minder tijd mee. En ondertussen wordt de wagen van
Privinier teruggebracht. Problemen daar voor de PKK-sport die aan het eind van de pitlijn worden tegengehouden. Die hadden daar bijna een ronde door verloren. Misschien nog alle kansen op de zegen. Het kwam nog net goed. Fred Bouvier die bekijkt ondertussen de schade aan zijn wagen. Het was Pierre die aan het stuur zat. En in Blanchiment is hij in de muur gevlogen en de wagen is omhoog gevlogen. Ja, je gaat daar tegen 250, een kleine crash gaat er niet. De wagen is compleet kapot. En hoe is het met Pierre? Nou, met Pierre die is al uit de wagen gestapt, die wordt nog overgebracht naar het hospitaal, maar het is in orde. En Robert is al uit de wagen. Voor mij was de start niet zo chaotisch. Ik had een relatief goede start. Ik was aan de leiding weg. In de eerste ronde had ik de mogelijkheid om goed te pushen. Voor ons hadden er andere wagens op de baan wat olie verloren. Daar had ik geen enkele last van. Dus ik had een goede eerste ronde. Maar dan bleek dat onze teamgenoot bij het uitkomen van Blanchiment rechts, links in de muur is gegaan. De wagen zag er niet zo goed uit toen ik hem passeerde. De linker vooraanwiel was er niet meer aan de wagen bevestigd. Ondertussen safety car periode afgelopen en we krijgen een herstart met een heel vreemde situatie voorin. Dat merkt u, de Ferrari van Thiers die ligt op kop, gevolgd door de twee Ginettas en de KTM uit de Trophy. En die Zweedse Audi R8 LMS, geen LMS Ultra, maar een oudere versie voor het Zweedse trio. We nemen de 98 van Hoevenaars, we zitten in het spoor van Olivier van Oost in die Thames Racing Power Cars Porsche. Hoevenaars probeert in te halen en contact met Van Oost. Van Oost die gaat achterstevoren tegen de vangrail en er is ook schade aan de Porsche van Belgium Racing, denk ik. Ja, kijk hoe het stuur wat scheef staat. Die ophanging of die stuurinrichting is misschien gebroken. Terug naar de pitlane. Daar wordt het onderzocht, even draaien aan het stuur. Daar merken ze, het verhaal is afgelopen. We hebben contact gehad met de auto van Hooijdonk, van Powercars, van DVB. Ik zat al een paar bochten half langs en iedere keer stuurde hij net iets in en gaf mij vrij weinig ruimte. Toen in de bocht daarna linksaf, ik zat er denk ik weer driekwart langs en hij gaf me wel iets ruimte, maar hij kneep hem toch weer af. En toen kreeg ik een blokkerend linker voorwiel en toen raakte ik hem. Zonde, want ik denk dat we echt goede kans hadden om te winnen. We hebben tijdens de safety car periode onze pitstoptijd al bijna helemaal ingelost. Dus eigenlijk stonden we er super voor. Misschien een beetje overmoedig, maar het ligt denk ik ook aan de tegenpartij. Spijtig. Bij Powercars proberen ze de Porsche ondertussen te repareren. Maar dat neemt wel wat tijd in beslag, uiteraard. Ik ben aangereden, een tik achteraan, rondgedraaid, lichtjes tegen de muur, de bumper eraf, de radiator is wat beschadigd. Dus we mochten niet verder rijden. Ze hebben de wagen binnengetakeld, die hebben we nu snel hersteld. Nu gaan we nog gewoon mooi uitrijden om toch wat punten mee te nemen. Maar ja, het is heel jammer. Een impactful weekend dus voor Powercars. En ook de nieuwe Porsche van Team Allure, die functioneert niet helemaal naar behoren. Die draait aanvankelijk nog wel goed mee, maar Guillaume Mondron moet dan naar de pitstraat met een geblokkeerde versnellingsbak. De wagen zit vast in zesde versnelling en dat is een beetje moeilijk rijden natuurlijk zo. Ja, op het ogenblik in mijn laatste ronde blokkeerde de versnelling in zesde versnelling. Ik weet niet wat er aan de hand is, want we waren goed aan het rijden. Jammer, want het is een nieuwe auto. We proberen het probleem op te lossen. Ondertussen Frederik Verwus met de Ferrari van Soene Racing. Aan het vechten om de eer in de Cup. Doet dat met deze Ferrari. Die van de broers Thiers, die voor de gelegenheid het gezelschap krijgen van de Brit Martin Short. En de Porsche van Max Racing van Chris Wouters en Patrick Schreurs. Die ligt na een uur wedstrijd op kop in de Cup. Met een kleine voorsprong. De KTM die houdt goed stand tegen de twee Ginettas uit de Trophy. Voorlopig ligt de Mesquita DVB Racing Bolide op de derde plaats achter deze groene bolide van Naam Racing. De wagen die Yvan Muller deelt met Bernard Dandrifos. Al heeft hij ook zijn problemen gehad in de wedstrijd. Niet echt technische problemen, maar een beetje pech met de tussenkomst van de safety car. De Ginetta die de Redion omhoog stormt. Yvan, presque moitié course. Yvan, bijna halverwege koers, hoe loopt het voor jullie?
Ja, niet zo echt goed. We hebben een probleem gehad met de safety car. We zijn net te vroeg binnengekomen, dus we hebben wat tijd verloren. We hadden de voorsprong op de KTM, die zijn we nu kwijt. We proberen nog terug te komen. En op kop in de trofee, de nieuwe kampioenen al. Nu al zeker van de titel. De wagen van Prime Racing, van Jean-Marc Ubbereken en Jean-Pierre Lequeu. Foutloos weekend tot nu toe. Vertrokken van een pole en rijden eigenlijk aan de leiding van het begin van de wedstrijd. Dit is de Audi van de Zweden. Die draait goed mee. In de Pro Divisie wordt voorafgegaan door de bolide van Tim Verbergt. Hij deelt met Bert Redant en Damien Koens. Ligt op de derde plaats in de Pro Divisie na een wedstrijd. En hier een mooi gevecht tussen de Audi van PKK Sport en de Porsche van Belgium Racing. De rijders hadden het een week voordien al een goed robbertje uitgevochten. In de 24 uur van Zolder, toen met andere wagens. En hier is het heel close bij elkaar, dat merkt u na een uur wedstrijd. De KTM ondertussen opgerukt naar de tweede plaats in de trofee. Die blijft verrassend misschien een beetje goed stand houden. Jürgen Gulliger, Rainer Weishaupt en Xavier Mesquita. Die houden voorlopig deze Ginetta nog achter hun. Goede strijd om de tweede plaats daar in de trofee. We spelen eigenlijk voortdurend haasje over, maar deze wagen die is voorlopig niet te bedreigen. Blijft zonder fouten aan de leiding rijden. Jean-Pierre Lequeu, hoe loopt het voor jullie? Ja, perfect eigenlijk. We hadden de twee keer pole. We zijn tijd op kop vertrokken, onze voorsprong uitgebouwd. En nu proberen we tegen het einde van de wedstrijd nog meer onze voorsprong uit te bouwen. Porsche van Allure die is opnieuw vertrokken, maar die zal niet ver geraken. De versnellingsbak die toont opnieuw kuren. En de wagen moet in Combe opnieuw worden geparkeerd. Dat was het einde van het eerste deel. We zien u graag terug na de pauze. Terug in Francorchamps voor de tweede helft van de wedstrijd van de 600 kilometer van Spa, de voorlaatste manche van het BRCC 2014. U zag daar de gehavende Porsche van Power Cars, die rijdt nog mee, maar die maakt absoluut geen aanspraak meer op een goed eindresultaat. De Ferrari die u daar zag van Sumo Racing uiteraard wel, die is in een volle strijd om de podium plaatsen met deze Max Racing Porsche. We hebben eigenlijk met de safety car beslist om terug vol te tanken en door te rijden. En te proberen het dan met twee stops, de verplichte twee stops, af te werken. Vingers kruisen dan voor nog een safety car. Maar het was wel lastig omdat we natuurlijk op dezelfde banden en twee keer top zwaar gereden omdat we hem terug vol getankt hebben. Met veel onderstuur tot gevolg. Het was zaak om proberen aan te vallen en toch niet het onderstuur te veel te vergroten door de auto in de bocht te dwingen. Het was moeilijk, maar het was wel leuk. Chris Wouters tevreden, voorlopig dus op de tweede plaats achter deze Ferrari van de Scuderia Monza. We've led the class. Ja, we liggen op kop. Nu liggen we weer tweede. De jongens rijden heel goed. Ik denk dat ik de laatste stint zal afwerken. Ik denk dat we een podiumplaats hebben. We gaan nu nog af te wachten welke plek dat zal zijn. En wat vindt u van de kampioenschap? Ja, een prachtig kampioenschap eigenlijk. Ik hou wel van dit endurance concept. En ook met het systeem van de pitstoptijden. Dat werkt goed, ja. De Zweedse Audi van JB Motorsport. Bestuurd door Brunstedt, Bender en Dubek. Voorlopig vierde in de cup. De Audi R8 LMS van de oudere generatie. Magnus Dubek heeft net zijn rijstint afgewerkt. Magnus, how was your stint? Magnus, how was je stint? Ja, het was een goede stint. Ik heb een paar goede duels gehad. En ik ben met het verkeer viel het ook best mee. En wat vind je van dit circuit? Ja, het is een prachtig circuit natuurlijk. Het is een van de mooiste circuits ter wereld. Op de derde plaats de Aston Martin van Brussels Racing. Die wat problemen heeft om de top 2 bij te houden.
Na 2 uur wedstrijd liggen ze op een 40 seconden van de leiders. En daar heeft het verkeer wel een en ander mee te maken gehad. Ja, het was een vrij moeilijke stint met die tragere deelnemers, met die BMW'tjes daartussen. Ik moet zeggen, die rijden niet echt heel fair. Zelfs als ze afgevlacht werden, de ronde daarna hebben er maar nog een geblokkeerd in de radio, omdat ik bekend in de zijkant zat. Dus ik vond die echt een leuke stint. Maar een keer als het de vrije ronde waren, ja, de auto is perfect. Ik heb hem in perfecte staat kunnen doorgeven, maar toch een paar keer gevloekt. Gevloekt, inderdaad. Deze mannen die vloeken minder, want ze hebben een goede strategische keuze gemaakt onder de safety car periodes. Het loopt dus goed voor Bert Longin en Anthony Kumpe. Bert, een zeer lange, lastige stint. Ja, het was eigenlijk zo dat we beslist hebben tijdens de safety car procedures om geen banden te wisselen. Dus eigenlijk 2 uur te rijden op dezelfde set. Maar dan krijg je natuurlijk bij een volle tank gebruikte banden, dus dat is niet eenvoudig. En de auto was van achter al zeer fragiel. Dus eigenlijk extrapoleert dat in de race. Maar natuurlijk, ik denk wel dat we de juiste beslissing genomen hebben. Het is eigenlijk op karakter racen, maar als we maar winnen, dat is het belangrijkste. Winnen, daarvoor zullen we toch nog voorbij de Porsche van Belgium Racing moeten geraken. Want die draait voorlopig ook foutloos in handen van Dylan Derdalek, Kenneth Heyer en Xavier Maassen. En bij Belgium Racing zullen ze hun vel duur verkopen. Xavier Maassen geeft het stuur door hier bij deze pitstop. Daar ligt voor de Porsche en daar is hij weg. Xavier, voorlopig gaat het goed voor jullie? Ja, het is een hele mooie wedstrijd. Natuurlijk jammer van de opgave van de 9. Maar het belooft wat. Ik heb een hele goede eerste stint gehad. Dylan is nu heel goed onderweg en zit samen met de Aston Martin. Maar goed, ze zitten allemaal op andere strategieën. Dus het belooft nog een spannende wedstrijd te worden tot het eind, denk ik. Spannend, dat werd het verrassend genoeg ook nog in de trofee. Want deze wagen die de hele wedstrijd lang had gedomineerd, die kreeg problemen met de aandrijfas. En zo schoof iedereen achter een paar plaatsen op. Dit was dan uiteindelijk de tweede, de Ginetta van Nalm Racing, die tot het einde vocht om de overwinning binnen te rijven, maar ze schoot uiteindelijk zo een 40-tal seconden tekort. En dat betekent dan dat de zege ging, en dat is voor het eerst dit seizoen, naar de KTM van Mesquita DVB Racing. En daar waren ze uiteraard heel blij mee. Hier hebben we die unieke KTM Crossbow. Xavier Mesquita, die het gezelschap kreeg van Rainer Weishaupt en Jürgen Gulliger. Voor het eerst dit seizoen dus op het hoogste podiumtrapje. En je hoort het hem al zeggen, Xavier Mesquita die verwacht in Zolder nog veel meer van deze wagen. In de Cup dan. We stonden aan de finish, maar weliswaar op een respectabele achterstand. De Porsche van Thames Racing by Power Cars. Dries Wouters en Patrick Scheurs die moesten zich uiteindelijk neerleggen bij de derde plaats in de klasse. Ze vochten tot het eind een goed duel uit voor de tweede plaats in de Cup. Maar ze moesten dan toch de duim leggen. Dries Wouters en Patrick Scheurs. Patrick Scheurs die hier dus Koen Wouters verving. Koen Wouters die last had van de rug. En die tweede plaats ging dan uiteindelijk naar Louis-Philippe Soenen en Frederik Vervis. En door die tweede plaats komt Louis-Philippe Soenen ook aan de leiding in het kampioenschap. Goede zaak dus gedaan. Maar de overwinning in Spa die ging naar de Ferrari van Hans en Frank Thiers. In het gezelschap van Martin Short kreeg hij aan het eind van de wedstrijd toch nog maar een paar alarmplekjes te zien op het dashboard. Maar ze raakten wel tot het eind. De vierde plaats in de Pro was voor die Zweedse Audi van Brunstedt, Bender en Diebeck. En dan was er nog een bewogen eindfase voor de Belgium Racing Porsche. Hier krijgen we de laatste pitstop. Xavier Maassen die neemt het stuur over van Kenneth Heyer. Leken op weg naar een eventuele overwinning. Maar dan wat later gingen al hun dromen in rook op. Een lekke band. Die Michelin-band, de brokstukken, die vlogen er vanaf. En de achterbumper werd ook nog een beetje beschadigd. Maar ook alle kansen voor de zege, die waren meteen weg. Maassen die kon gelukkig nog relatief snel naar de pitlane gaan. Zodanig dat een podiumplaats nog wel werd veiliggesteld. De Audi van de Zweden die volgde immers op 2 ronden. En Maassen die verloor met dit hele akkefietje een ronde. Was de Porsche aan het eind van de wedstrijd duidelijk niet helemaal nieuw meer.
Duel voor de zege was dus afgelopen. Deze Aston Martin die won nog een plaatsje door die pech voor de Porsche. Tweede plaats dus voor Tim Verberg, Bert Verdant en Damien Koens. Maar wel op een respectabele achterstand van de overwinnaars. Daar kruisen ze voorlopig nog de vingers bij PKK Sport. Bert Longin ziet dat het goed is. Anthony Kumpen die brengt de wagen naar de finish. Het wordt de eerste overwinning dit seizoen voor de regerende kampioenen. Wel opvallend, zowel in Pro Cup als Trophy werd de wedstrijd gewonnen door een team dat dit seizoen nog niet gewonnen had. En in de Pro was dat dus Anthony Kumpen en Bert Longin met de PKK Sport Audi R8 LMS Ultra. Die uiteindelijk 1 minuut en 16 seconden voorsprong had op de Aston Martin van Brussels Racing. En Bert Longin gefeliciteerd het hele team. En die is heel tevreden met die overwinning. Mooie overwinning. Allee, ik denk dat we strategisch goed gespeeld hebben. We zitten er nog niet helemaal met de setup. In de quali waren we redelijk dichtbij. Dan hebben we nog iets geprobeerd voor de wedstrijd. Dus intrinsiek zijn we nog een beetje te langzaam. Maar als je dan wint op strategie, dan betekent goed teamwerk. Dus daar zijn we blij mee. En we gaan naar Zolder ook weer. We hebben niets te verliezen, dus we kunnen een beetje gekke strategieën doen. En Zolder gaan we ook proberen te winnen. Zolder, daar moet u dus bij zijn. Half oktober wordt de finale gereden. Er is op een gegeven moment inderdaad een lekke band geweest. Maar er is daarvoor, in mijn stint, hebben we een duel wat gehad met de Aston Martin, de 100. Waar een beetje onsportief gedrag boven is gekomen. Waar het duw en getrek is geweest, waardoor de schade naar uit is gekomen. En die schade is toen de bumper is wel losgekomen. En dat heeft tegen het wiel geraakt waarschijnlijk. Maar de auto is wel ferm kapot, zal ik het zo zeggen, met al het getoucheerd van de Aston Martin. Een ontevreden Dylan Dardale, dat merkt u. Het Longin, want die Kumpen die op het podium het gelastap krijgt van de jonge Thibaut, en die was daar heel blij mee. Kumpen Longin haalde het dus voor de Aston Martin en de Porsche van Belgium Racing. De Audi van de tweede werd vierde. En dit is de stand in het kampioenschap. Er moet echter nog een krap resultaat worden uitgevoerd. Dus dat maakt dat deze vier wagens nog alle vier kans hebben op de Belgische titel. Dat was het podium in Endurance Pro. Nu gaan we naar Endurance Cup, waar Frank Thiers een week na de 24 uur van Zolder ook de 600 kilometer van Spa wist te winnen. We zijn echt met het hele team blij, dankzij Hans' team, goed gewerkt. Ondanks dat de wagen wat minder ging, maar toch we hebben een mooie overwinning te pakken. Toch? Ja, ja. En nu op naar Zolder, de laatste wedstrijd? Ja, naar Zolder, spijtig genoeg hebben we een wedstrijd moeten missen, de vorige in Francorchamps. Maar ja, alles kan nog voor de top 3 in het Belgisch kampioenschap. Dus we gaan maken dat we in Zolder onze huid duur verkopen. Dus ja, laten we hopen dat het zo blijft doorgaan. Maar ja, na mijn overwinning in de 24 uur is deze overwinning nu ook heel mooi meegenomen. Hè. Een heel tevreden man, dus Frank Thiers. Bekers worden overhandigd. Gaan we even kijken naar de einduitslag. De overwinning dus voor de Ferrari van Scuderia Monza. Voor een andere Ferrari van Kuno Racing. En de Porsche van Max Racing op de derde plaats. In het kampioenschap staat Louis-Philippe Schoenen met een ruime voorsprong aan de leiding. Maar dankzij het strafresultaat dat nog moet worden doorgerekend, zijn er nog een aantal titelkandidaten. Champagne ook voor de winnaars van de Endurance Cup. En de Endurance Trophy ging de overwinning dus naar de KTM van Xavier Mesquita. Van Miller die finisht de tweede. La malchance de Jean-Pierre. Ja, de pech van Jean-Pierre heeft ervoor gezorgd dat we een plaatsje hebben gewonnen. We kwamen een paar ronden tekort om de KTM ook nog te passeren. Maar we zijn tevreden met die tweede plaats. Volgende keer beter dus in Zolder. Premier podium. Eerst het podium en dan meteen op het hoogste trapje. We hoopten in de loop van het seizoen een tweede of een derde plaats te pakken en nu onmiddellijk winnen. Dus dat is prachtig voor de winst dus voor de KTM van Mesquita Racing voor de beide teamleiders. In Endurance Trophy zijn Überekken en Lequeu al zeker van de kaart. En dat was het vanuit Spa. Graag tot een volgende keer.